Wouter Wippert, tweede vandaag op ja, minuscule afstand eigenlijk op het NK. Je zei al, ik zit er eigenlijk nooit naast net na de finish. Hoe groot is de ontgoocheling? Ja, best wel groot. Net over de finish was ik vrij zeker. Dan zag ik een verzorger en die zei, ik weet het niet. Ja, dan begin je toch te twijfelen. En toen werd het eigenlijk vrij snel duidelijk dat Ramon gewonnen had. En dan bouw je toch even. We hebben jullie de hele wedstrijd niet van voren gezien, behalve in de finale. Hoe vaak heb je gedacht, het wordt toch een sprint? Eigenlijk heb ik er helemaal niet over nagedacht. Ik had gewoon zoiets, de laatste 40, 50 kilometer moest je naar voren toe. Het is 235 kilometer op een koers zoals dit. Dan blijven er toch eigenlijk maar een select groepje renners over die nog echt het verschil kunnen maken. En dat zag je eigenlijk ook wel in de finale. Mensen demereerden en ja, het was één keer en niet meer. En dan komt het allemaal bij elkaar en ja, dan is het eigenlijk wel vrij snel duidelijk dat het toch nog een sprint wordt. Maar waar ging het mis? Ik kwam van achter, eigenlijk meteen vanuit de bocht, want ik zat heel iets te ver. En ja, met 400 meter gaan, 500 meter gaan, heb ik heel iets ingehouden. Ik kwam iets verder naar voren te zitten en daar had ik eigenlijk gewoon meteen door moeten trekken. Maar dat is een besluit dat je op dat moment maakt, omdat je 500 meter met de winterkop is toch ook best wel lang. En was niet het beste besluit. Neem je jezelf in die zin iets kwalijk? Nee, absoluut niet. Kijk, Ramon en de ploeg hebben de hele dag voor Ramon gereden. En als hij het dan afmaakt, kun je alleen maar een petje vooraf nemen. En verdient gewonnen, denk ik. Heb je het voor jezelf al een plekje kunnen geven? Oh ja hoor. Ik bedoel, het seizoen tot nu toe is nog niet wat ik ervan gehoopt had in ieder geval. Dus ik hoop in ieder geval dat we nu vertrokken zijn voor een goed najaar. Ja, want jouw ploeg heeft gezegd, in Californië moet het eigenlijk wel gaan gebeuren. Hoe is die evaluatie daarna geweest? Nou ja, als je de resultaten hebt gezien, dan kun je dat ook wel een beetje invullen, denk ik. Maar dat was niet top natuurlijk. En de benen waren beter dan de rest van het jaar. Maar ik hoop dat we nu wel eindelijk vertrokken zijn. En dat we deze lijn door kunnen trekken de rest van het seizoen. Ja, want de wet in Californië zegt, je moet winnen. Is het dan heel simpel dat het niet gebeurt, dus het volgende seizoen is niet meer een groen Cannondale truitje? Nou, dat had ik eigenlijk was voor mij eigenlijk al wel duidelijk voor Californië. Maar je wilt gewoon voor jezelf ook gewoon een goed seizoen rijden. En we gaan het zien. Betekent dit nu dan voor jou dat het die Nederlandse titel wel uit had kunnen maken voor alvast zekerheid volgend seizoen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of je met de Nederlandse titel zekerheid krijgt. Kijk, het zal natuurlijk altijd helpen, want het is altijd mooi zo'n trui. Maar of dat zekerheid brengt voor een nieuw contract, dat weet ik niet. Zijn er al dingen? Spelen er al dingen? Ja, absoluut. Maak jij je zorgen voor komend seizoen? Nee. Goed, dankjewel.